Deze jongen gaat straks aan de leugendetector. Ja. En ik weet zeker dat ik me kapot ga lachen. Mensen! Over dat kan echt niet, man. Wat de fuck zit je mij nou na te doen met je dagelijks vlog? Hou je bek, broer! Hou je bek! Ik ga gewoon geen fucking muziek maken, jongen! Kijk, jongens! Nu staat er niks op! Een hele goede morgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog! Jongens en meiden, dames en heren, ik heb zoveel leuke reacties gehad op de vlogs vanuit Londen dat ik vandaag weer gewoon een dagvlog ga maken. Weet je wat? Ik dacht, ik ga gewoon mijn camera pakken. Ik ga er gewoon het beste van maken. We hebben vandaag een hele leuke dag. Ik ga eerst met Gio richting Sahid en dan gaan we aan de leugendetector. Nou ja, Gio, want ik ben al aan de leugendetector geweest. Daarna ga ik waarschijnlijk nog eventjes lekker door met editen of gaan we iets anders doen. En vanavond gaan we naar Anton in de Ziggo Dome. En dit jongetje gaat ook mee naar Anton in de Ziggo Dome. Hey Pink! Maar wat leuk hè? Wat leuk. Wat leuk dat er nu dagelijks gevlogd gaat worden. Hoe is dat alweer afgelopen? Nou ja, nee, ik ben nu ben ik een dagvlog aan het maken ook. Oh. Ja, het was niet gepland, maar ik dacht ze staan nu toch al hierboven. Dus ik dacht, ja, nee, laat ze lekker staan. Toch? Ja. Ja, nou ja, ik dacht... Ze gaan ook met Anton straks. Ze gaan ook met Anton straks. Leuk. Ja, ze willen nog een kaartje, maar ze moeten toch even een kaartje kopen. Dat leeg je wel, toch? Ja, ik zet gewoon ongeveer iedereen op de gastlijst. Ja, je moet niet moeilijk doen, gewoon... Nee. Ja. Kom wel goed. Maar goed, Gio die is nu onderweg hier naartoe vanuit Rotterdam. Ja. En dan... Die nu al? Ja, wij gaan naar Sahid. Hoe ga je met Sahid dan? Een leugendetector, wil geen mee? Leugendetector. Geen mee? Nou man, ik moet nog even een scriptie afronden. Deze week niet. Oké. Nou goed, ik heb hier een heerlijk koffietje. Ik ga eventjes lekker editen en wachten op Gio. En dan gaan we richting Sahid. Zo chill dat ik die kabel in Londen en het blokje voor €171 gewoon weer kon terugbrengen. Want ik had er hier gewoon één. Alleen ik was hem vergeten. Dus het is ideaal dat ik hem terug kon brengen, jongens. Nu krijg ik lekker mijn geld terug. Want het was echt heel onnodig. Gio staat al beneden, dus ik ga naar beneden. Maar ik ben benieuwd of het in Nederland net zo koud is als in Londen. Want volgens mij, ik zag allemaal filmpjes van mensen die over het ijs heen liepen. Maar daar buiten ligt geen ijs meer. Ja, ik weet het niet. Ik weet het eigenlijk niet. Ik ga het zo even voelen. Maar Londen was echt koud, jongens. Het was echt de hele dag min 5 de eerste dag. Daarna -3. Toen volgens mij wel 0 graden. Dus toen was het niet meer aan het vriezen. Maar hier in Nederland is het ook echt koud geweest. Ik zag allemaal filmpjes van Ruup en Wim die allemaal beneden hier op het ijs stonden. Ik wil ook op ijs staan. Nou, om even met de deur in huis te vallen. Ik moest dus eigenlijk net naar het toilet. Ik moest een grote boodschap doen eigenlijk. Maar er was geen wc-papier. Dus ik loop nu al de hele tijd een beetje rond met het gevoel. Met een heel naar gevoel in mijn buik. Kijk eens wie daar is. Oh. Godzomme, ben jij traag. Ah, hoezo? Yo. Hey, je bent van de vlog van Vincent. Ik ben dus ook een dagelijks vlogger nu. Hè? Zo, lijf ouwe. Ja, ziek hè. Hoeveel doeken pak je deze maand dan? Ja, dat is niet normaal. Hè? Ik vind het wel eigenlijk slecht dat je gewoon in december begint. Dat doe je dus gewoon voor het geld. Helemaal niet. Ik wilde in januari beginnen. juist dat ik het niet deed voor het geld. Ik wilde in januari beginnen. Maar... Ja, maar nu ben je toch maar in december gestart. Nee, ik dacht Londen is leuk. Dan kan ik elke dag lekker filmen. Daar heb je leuk content. En ik dacht, weet je wat, ik ga het vandaag ook gewoon even doen. Gewoon laat ik het zien als een soort van training. Een training voor januari. Dus even extra doeken pakken. Ja. Ja, ik heb dus een probleem. Ik moet dus echt heel nodig schijten, maar ik heb geen wc-papier. Ja, misschien hebben ze daar wel wc-papier. Oh, ik ga het even vragen straks. Ja. De eerste vraag is bij Sahid binnenkomt. Yo, zou ik misschien even mogen schijten? Ik weet, je werkt bij Tego de Po, het is een bedrijf, weet je wel. Ik denk, jij je moet wel wc-papier hebben. Ja. Nou, ja, lekker. Deze jongen gaat straks aan de leugendetector. En ja. Ik weet zeker dat ik me kapot ga lachen. De alle leuke juicy vragen. Ik ben echt benieuwd wat de vraag die gaat stellen. Ik weet niet of het over jaren gaat. Of... Nou, het gaat sowieso over van alles. Dus je gaat je en vragen over jaren, maar ook over geld. En over gaat... Don waarschijnlijk. Ja, over alles. Ja. Nou jongens, dat wordt wat. Let's go! Vincent! Maat, het is toch lekker weer? Stel dat hij dan niet meer dicht komt tijdens het rijden. Boven de 100 gaat hij niet dicht. Echt niet? Nee. Oh, dat zal wel zijn. Ik film 100. Het is wel echt een hele dikke ijslaag, ja. Oh, dus mag ik zeggen, ja. Nadat ik op het ijs heb staan, mag ik dan even schijten ook? Ja, je kan ook, nog even lekker in bad daar. Een bad schijten gewoon. Je moet een beetje ver. Mensen, hebben we dezelfde broek aan? Huh? Ja! Oh, wel echt bijna dezelfde. Holy shit. Hey, maar je moet wat verder, zeg maar. Daar een beetje, daar is het wat harder. Ja, hou je bek, man. Je weet zelf ook donders goed op de fiets. Laat die trap los. Nee, jij ga weg, jij. Nee. Ik kan makkelijk.
Ja, nee, je moet in één keer. Ik heb inderdaad nu al gemerkt dat het makkelijk kan. Ik denk wel dat het mogelijk is. Zo. Oké. Hoe ga je er nu inswingen? Ja, niks. Hij heeft al zoveel. Ja, jij ook. Nodig. Oh, oh, oh. Er ligt een heel dun laagje water overheen en daaronder zit nog ijs, maar het is niet zo dik genoeg. Daar zit hij. Ik heb hier gewoon heel veel zin in, want ik weet gewoon dat dit echt gewoon één groot leuk juice filmpje wordt. Met alleen maar leuke vragen. Juice channel bij Dutch Forever. Ja, oh, oh, oh. Zo jongens, dat was hem weer. Gio, je hebt het echt je hebt het goed gedaan. Dit is het einde van mijn carrière, man. Ja, ik ga denk niet je? Terug. Ik ga denk ik even zorgen dat het even wat uitgehaald wordt, want ik kan echt niet. Ja, die ene dingen over... Je moet het even biepen, ja? Over... Dat kan echt niet, man. Zo, ja. Ja, maar voor de rest ben je er goed vanaf gekomen. Ja, voor de rest wel. Voor de rest, ja. Oh, nou, we gaan even lekker naar huis. En Gio moet ook editen, ik moet ook nog editen. En dan gaan we vanavond naar Antoon! Jongens, even een kleine update. Ik heb nog steeds niet gekakt. Maar wacht. Wordt dit de titel van je vlog? Ja, het gaat wel de hele tijd over kakken, ja. Maar nee, maar wat ik zei. Ik heb natuurlijk hier niet gekakt omdat ik geen wc-papier had. Maar... Heb je nog steeds... ik heb nog steeds niet eens gehaald. Wel straks gewoon bij je buren aan. Heb je misschien wc-papier? Zou misschien... Ik film wel, ja. Ken hij even toiletpaper? Is die Engels? Ja. Nou, we gaan even lekker editen. Vanavond gaan wij dus naar Antoon. Ruben gaat ook mee en dit jongetje gaat ook mee. Alleen is nu de vraag, mogen wij met camera naar binnen? Maar ik had eventjes nagevraagd, maar op de site staat bijvoorbeeld van het ligt per artiest of per band, ligt het eraan of zij willen dat de camera's mee naar binnen gaan. Alleen, ik zat te denken, zeg maar, het is toch juist chill ook als je bijvoorbeeld Antoon zijn, dat er mensen met een camera binnen gaan. Antoon heeft mij ook gewoon letterlijk die invites gestuurd, dus ik denk dat hij, ja, tuurlijk. Hij vindt ja, dat... dus ik denk wel dat camera's gewoon naar binnen mogen, dus laten we het hopen jongens, want ik ben natuurlijk nu een dagelijks vlogger, dus het zou een ramp zijn als mijn camera niet mee naar binnen mag. Je begint het al te leren, hè? Hm? Vind je mij goed? Ja, ik vind het steeds beter gaan, ja. Ik merk wel, dat moet ik wel echt zeggen, in Londen ging het wel heel erg vanzelf. Ja, dat is de bedoeling ook. Dat zeg maar, dan ben je gewoon aan het vloggen en dan gaat het gewoon compleet vanzelf, want je toch alleen maar leuk. Ella is leuk. Ja. Ella, de mensen vinden ook Ella allemaal heel erg leuk. Ja? Heel veel lieve reacties allemaal, dank jullie wel. Ella vond het ook heel leuk. Hey Ella, schatje. Ik ben single, hè? Zullen we trio... Sorry. Wat ben je nou aan het doen? Wat ben je nou aan het doen? Vind je dit nou echt heel normaal? Wat ben jij nou aan het doen? Wat zit jij mij nou na te doen met je dagelijkse vlog? Jij denkt die gozer heeft succes, dan ga ik het ook maar proberen. Hou je bek, broer, hou je bek. Ik ga gewoon geen fucking muziek maken, jongen. Wat moet je nou? Zo, word je ook een keer weer geneukt. Oh, broeder, ga lekker zitten. Je bent altijd welkom hier. Kijk eens eventjes, jongens. Daar in de verte zie je de Ziggo Dome. En daar gaan wij vanavond heen. En dan gaan we... Ik kom van de hotelschool af. Ik ben wel echt benieuwd welke liedjes die gaat doen. Ik ook, maar ik ben ook benieuwd. Ik heb hem nog nooit live. Ik ook niet. Nee. Het is wel grappig. Hij had ons een keer uitgenodigd. En toen zei hij, jij staat op de lijst. Dus wij komen daar aan. Stonden we in het publiek. We zijn gelijk naar huis gegaan. Ja, ik vroeg, zeg maar, wij zijn uitgenodigd via Coca-Cola weer. En ik vroeg ook wel echt aan diegene van Anouk, zeg maar, die al als regel vroeg, zijn het normale kaarten of staan we wel ergens? Dus, maar we hebben gewoon normale kaarten, dus dat is chill. Nee, we staan er weer in een of andere business. Ja, we zijn op een, we moeten wel met een tasje, dus Ricardo met een tasje aankomen. We staan in de business. We zitten niet in pak. Zullen allebei nu een pak gaan komen en in pak? Hi. Pak business toch? Hi, business, hi. Nee, maar ik kom eigenlijk niet voor Antoon. Ik kom eigenlijk een beetje socializen. Oh, nou jongens, we zijn lekker aan het editen. Koffietje erin. En we lekker door. Zo jongens, hij staat weer op mijn favoriete plekje. Gio. Wij hebben net een shotje genomen. Want vanavond gaan we natuurlijk naar Antoon. En dat is een feestje. Dat is natuurlijk een feestje. Maar, ik ben nu dagelijks vlogger. Heb jij nog tips voor mij? Nou, je noemde het net zelf al. Je moet gewoon een relatie nemen met ja, dan vliegen de views omhoog. Dus ik moet... Ja? Ja. Nee, maar dat is wel chill. Ik kan het altijd met Jiro over hebben. Maar ja, wat... Zeg maar, dagelijks vlog is best wel moeilijk. Bijvoorbeeld zo'n dag als vandaag. We zijn de hele dag een beetje hier aan het chillen. Maar toch moet je een leuke vlog maken. Maar mensen vinden het wel heel gauw leuk. Hè? Dat is wel altijd, dat heb ik wel gemerkt de laatste jaren. Mensen vinden het al vaak leuk om te kijken. Ook al doe je geen flikker. Nee. Zoals jij in je vlogs elke dag. Nee, grap. Zwarte piste, pas op voor die drop.
Het was leuk verzonnen. Het was echt leuk gedaan. Nou jongens, we staan weer in de drankhoek. Snap je? Pas op voor die drop. Ja, voor die drop. En zeg maar, het is een dropshot. Ja, erg leuk. Ah. Oh, dat is ook echt tering vies dit. Oh, net een broodje carpaccio op, nu dit. Het is toch lekker? Nou, we zijn helemaal klaar voor jongens. Let's go. Jongens, ik heb nog steeds geen wc-papier, maar Ruben is nu beneden bij Sam thuis. Ja, ik dacht dat ik lui was. Jij hebt een supermarkt beneden gewoon bij je fucking gebouw zitten. En zelfs dat is te veel. Kijk, ik moet nog naar een dorp toe helemaal. Nee. Ja, maar dat is ook niet ver. Jawel. Dat is niet te lopen. Maar goed, Ruben is dus nu bij Sam en die gaat even een wc-rolletje in de lip zetten. Ze noemen even een beetje van. Dit is nou echt kakservice. Dit. Echt kakservice. Wat een scheidlift. wat een scheidlift. Echt kakservice, joh. Staan er nu straks ook mensen in? Met eens een wc-rolletje zo. Nee. Is het. Ja, dit is wel echt een toppunt van luiheid, maar wel nice. Goed droog ook dat die lift ineens naar boven komt. Echt scheidsurf. Nee, voordat er iemand instapt in de dag. Ja, huh? Ja, dit noem je nou scheidsurf, jongens. Ja. Hallo? Hey. Ah, er staat niemand, idioot. Jultje, man. Wat zei ik? Oei, nou, ik ga even scheiden. Oh. Jongens, dit was top. Nou, genoeg scheidcontent. Een paar comments lezen, man. Ik had ook dat probleem ook in Duitsland met niet mijn 4G lukte. Ella is zo leuk en gewoon lekker zichzelf. Die hoed staat daar echt leuk en jullie zijn stiekem een leuker stel dan Jada en Gio. staat er zo? Ja! Dan, iemand reageert echt zo van die hoed staat echt leuk bij haar. En jullie zijn stiekem een leuker stel dan jij, Jada en Gio. Ja, ik ben ook geen stel meer. Nee, dus eigenlijk is het gewoon raar wat je zegt. Ja, hij moet goed spectig houden. Nee jongens, wat ik laatst ook al zei. Ik ben zo blij met al jullie reacties en zo. Ik merk wel dat als ik nu dagelijks een video upload, dat jullie gewoon veel meer, ja ik weet niet, veel meer reageren. Als jullie onder deze video allemaal gewoon helemaal niet reageren, dat zou echt leuk zijn. Doe dat maar wel. Reageer maar allemaal stomme Gio. Ik wil zoveel mogelijk reacties met stomme Gio. Kom mee. Time to say goodbye. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, want ik ga naar de supermarkt en Gio gaat koken. Ja, we gaan nu aan Melanie vragen of ze ook eten wilt. Melanie en Joran, willen jullie eten? Ja, lekker. Oké, okay, nou dan moet je even langs de Mac rijden. Doei. Nee, Gio gaat koken voor ons. Dus dat is wel echt heel erg lief. Ik weet niet of we dan de show van Anton nog gaan halen of niet. Maar Nee, we gaan gewoon lekker hamburgers halen. Dus dan gaan we zelf hamburgers maken. Lekker bakken, een beetje snijden en zo. Wat ho. Yo. Wat is er nou? Of je eten wilt? Ja, waar? Hier zo? Ja, lekker. Oké, okay. Wat ruimt er op maar? Piemelhaar. Nou jongens, dit gaat fantastisch. Ik had even een dingetje moeten pakken eigenlijk. Had ze. Ja, dat is handig. Kom maar. Die heb ik nodig. Nou jongens, ik zou geen scheidcontent meer maken, maar ik heb mijn wc-papier eindelijk. Gio die denkt, ik ga even helpen. Die zet een fucking pan op. Oh, zonder iets in te doen. Ik dacht dat jij er wel olie in zou doen al. Maar dat... Ja! We hebben trouwens bezoek. Kijk eens, Mel is er. Enjoy. Nee, enjoy. Dus we gaan lekker hamburgers maken. Gio, ik denk dat jij de perfecte man bent om te gaan snijden. Nee, dat kan ik dus. Dat is de enige ding dat ik niet kan is snijden. Nou, we gaan koken. Ja. Dit is ongelofelijk. Hé! Hey. Maar jij stinkt wel. Het zijn keukenrollen, idioot. Je stinkt wel. Maar wat is het probleem? Je kan hier toch ook je poes mee afvegen? Je kan zelfs die hele keukenrol om je lul heen draaien zo gewoon. Besef dat deze vlog ongeveer alleen maar over scheid gaat. En dat het scheidcontent is letterlijk. En ik helemaal blij met wc-papier. Haal jij keukenrollen. Ik ben jouw zoon. Maar luister, als jij in een noodsituatie op een toilet zit. Ja. En er is niks anders meer dan huis, maar behalve dat doe ik het met mijn hand. Ja? Ja. Okay, ja. Oh, dit is toch niet te geloven. We hebben gewoon keukenrollen gekocht. Kaasje. Maar goed, het is nu 7:15 en het is tijd om naar Antoine te gaan. Antoine.
Ja, ik ben echt benieuwd, jongens. Ik ben echt benieuwd. Antoine. Ja, Antoine. Antoine heeft l'hôtel school. L'hôtel école. Nee, jongens, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik zei het ook al tegen Ruup, omdat ik natuurlijk zelf ook muziek maak, vind ik het leuk om te zien hoe hij optreedt en zo. Want ja, misschien dat ik ooit ook wel optredens krijg. Nee. En dan ga jij weer een kutopmerking maken. Denk daar maar gewoon niet over na. Oh, fuck nee. Hallo! Hey, hallo! Hey, hallo! Hotelschool, hallo! Hallo! Olivia! We zijn gewoon business, hè? Ja, we zijn business. We zijn gewoon business, wat gaaf. Hey, heel chill, we zijn weer uitgenodigd door Coca-Cola. We hebben ons pak vergeten. Oh ja, we wilden eigenlijk in pak gaan met een tasje erbij, want het is natuurlijk business, hè? Wij komen niet van een toon, we komen zaken, je weet toch, hè? Net lekker met Gio. Ja. Wat voor bedrijf heb jij? Oh. YouTube business. Hallo. Olivia. Klopt. Wie is dat? Ja. Olivia. Jongens, ik stond net in de file, dus ik moest 130 over de vlucht ook. Zit je op de hotelschool of niet? Nee, man. Oh, zij kan van de hotelschool. Ja. Oh. Ja, zij zegt dan zo lekker. Oh, jongen, we gaan naar Anton. Ja, Anton. Kijk dan, dit is wel grappig. Hier zijn dus echt maar allemaal artiesten die hier allemaal zijn, die helemaal hebben opgetreden hier. Hey, Hall of Fame, Ruup, ga er staan. Jij hebt hier ook opgetreden nu. Even kijken, ik zie hier Chesto. Wie is dit? Nee. Geen idee. Wie is dit? Oh, Avicii. Heeft hij ook in de Ziggo Dome gestaan? Dat is wel dik. Daar zijn we! Kijk eens even, zo hé. Helemaal vol. Bro, zo lijkt. Gaat vullen? Geef me. 3 jaar. Binnen 3 jaar. Dan voel jij de Ziggo Dome. Oké. Daar moet ik me ook aan houden. Besef even dat al deze mensen voor Antoon komen. Dat is echt de droom van elke artiest, denk ik. Dat je van zo'n Ziggo Dome gewoon kan uitverkopen. Echt bizar. Hey, post. Yes. Hebben we zin in Antoon? Ja! Yeah! Mooi zo. Hey. Daar gaan we. Antoon komt. Het gaat beginnen. Het gaat beginnen. Meneer, wilt u niet filmen alstublieft? Niet filmen. Jawel. Nee, we mogen niet filmen. We mogen niet filmen hier binnen. Oh. Oh, daar gaan we, jongens. Dit zijn stoplampjes. Kijk, jongens. Nu staat er niet op. Zing mee dan. Maar het gaat niet. Ik stop wanneer als een nieuwe ventilatie. Links, rechts. Sorry. Links, rechts. Show, vond je het leuk? Wie ben jij nou? Waarom vond je mij? Ik heb nog geen toestemming gegeven om mij te filmen. Broer, haal alle video's offline dan met mij. Ga ik nu doen, is goed? Doe dat. Goed. Ik moet even plassen. Ze komt van de hotelschool af. Wie? Antoon. Komt Antoon van de hotelschool? Ja. Oh, jongens. Was gezellig. Nee. We gaan naar huis. Kijk. Gio maakt even zijn camera schoon. Hij is nog niet schoon. Nee, hij is nog echt niet schoon. Wat een kutcamera. Oh, lekker. Kunnen we eindelijk gaan slapen? Lekker, Ruup. Willem is aan het werk, dus we kunnen lekker... Nee, jij een compact. Slaap jij hier ook? Oh. Slaap jij hier ook? Kunnen we hem, niet gewoon... Kunnen we hem niet gewoon uitsturen? Nee. Kunnen jullie hem gewoon uitsturen? Ik moet hem niet hier. Hé, jij was ook aan het twijfelen, toch? Dan heb ik een lange vlog vandaag. Weet je dat je morgen gewoon... Jongens, welkom bij de 24e minuut van de vlog. 24 minuten van de vlog gaat bestaan uit een deur open doen van Ruben. Het gesprek van Gio en Vincent. Ik weet zeker dat dit de 20e... En Gio die weet ons nee. Dit is. En dit Gio die weet ons de hulp. 3, 2 en dat gaat. Nee jongens, wij zijn lekker bij Antoine geweest. Het was hartstikke gezellig. We vonden het hartstikke leuk. Shout-out Antoine. Shout-out naar Antoine en we gaan nu lekker slapen. Slaap lekker. Slaap lekker. Ook voor jullie. Slaap lekker. Oh nee, die gaan helemaal niet slapen. Wat? Zij gaan natuurlijk niet slapen. Nee, jullie gaan helemaal niet slapen. Zijn ze dat misschien wel. Dus
als je nu gaat slapen, slaap lekker. Ja, en denk aan onze drie. Doei. Dag. Ik moet mijn tanden nog poetsen. Ga je tanden maar even poetsen. Ik moet een beetje stil doen, want Willem is al aan het slapen. Ruben ligt nu al op zijn kamer. En Gio is volgens mij zijn tanden aan het poetsen. Maar goed, de show van Antoon was zo lijp, jongens. Ik moet zeggen, als ik dan in zo'n Ziggo Dome kom en ik kijk naar het hele publiek, dan denk ik van, ook omdat ik natuurlijk artiest ben, denk ik van, ja, dit is natuurlijk wel echt een droom ook voor mij om ooit een keer in zo'n Ziggo Dome te staan. Om ooit een keer voor zoveel mensen een show te geven. Maar ik heb er vertrouwen in. Het komt allemaal goed. Ik blijf gewoon doen wat ik leuk vind. En dat is het belangrijkste. Maar goed, vond je het nou een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe video. Want ik blijf gewoon doorvloggen. Dus ik zie jullie morgen. Later!